Ik had het gevoel dat na het eerste kwartier dat we misschien moeilijkheden hadden die we iets beter konden uitspelen, maar dat er wel opportuniteiten lagen. Dus ik had inderdaad het gevoel dat we direct in de match zaten. Dat is wel goed. Nu kijk je naar O'Brien. Ja, kan die daar nog op antisoffelen? Zo goed liever, maar daar achterin toch opletten bij RWDM. Dit is wel heel goed. Hazard. Oeh, en daar gaat hij liggen, maar dit is geen penalty en hij zal misschien wel een kaart krijgen. Ik denk wel dat het ook veel duels, hoge intensiteit. Ik denk wel dat dat een beetje het idee was wat er was aan te komen. Ik had het gevoel dat we goed in de match zaten. De match was in evenwicht. Ook een kaart voor de Sarel, denk ik. Jawel. Ja, te laat. Ja, klopt, te laat. Probeert voor de rust nog wat te gaan betekenen. Goede trap! En Reus. Ja, eerste bal tussen de palen, Bram. Een beetje frustrant. Parce que on prend un but sur coup franc alors que le coach avait bien prévenu qu'il ne fallait pas prendre des buts aujourd'hui sur coup de pied arrêté. Donc c'est sûr que ça fait un peu mal à la tête. Dus zal hij het wellicht rechtstreeks proberen, neem ik aan. Nee, hij dropt hem toch en dat is een goede bal uit binnen. Is Le Jancourt, ja, die hem binnenkrikt. Daar is de opening. Ouais, c'est sûr parce que si on allait rester jusqu'à la fin, ils sont à domicile, le public allait pousser et donc ça allait être compliqué pour nous pour revenir. Mais on a su être fort mentalement parce que ce genre de rencontre, tout le monde voulait jouer. Donc ça a été facile pour rester dedans. Beste mensen daar in die tweede zone. Vukotic gezocht. Ja, en die gaat binnen. Oeh, die gaat binnen. Geen de Fournier gegeven. En iedereen stond daar wat aan de grond genageld en meteen orde op zaken voor Beveren. In principe, ik denk dat iedereen zoiets gevoel had van oké, vorige week zijn we ook achtergekomen en hebben we het ook tot het einde gebracht. Ik had niet echt het gevoel dat er iets leefde van zo kopjes naar beneden. Iedereen stelde hem recht en dat is ook gebleken, we zijn gewoon blijven voetballen. Je hebt ook wat chance omdat die goal snel valt en die valt ook snel. Dus nee, ik denk dat het ook toont hoe weerbaar dat we zijn en dat ook op slechte momenten dat we als ploeg ons kunnen rechten en dat we ook met steun van sport hier zoveel waren, dat we toch altijd nog iets kunnen doen, hoe dat er ook uitziet. Dat is een plek waar je hem liever niet krijgt, maar RWDM speelt het even hard. Hier is El Ouali, afgeweken bal op het been van Bato. Hier een Mokani. Wippertje. Ja. Oeh, strakke voorbeeld. Oh, wat een man voorlangs gekomen. Een buikenspel. Ja. Ja, de vlag de hoogte in. Maar wel een mooie actie van Mokani. Bah, comme j'ai dit, ça va être trois finales. Trois finales pour nous, trois finales pour eux. Ils ne devront pas perdre deux points et nous, on devra gagner tous les matchs qui restent. We hebben het zelf niet in handen, maar allez, het zou straf zijn, moesten zij ook niet op 9 halen. Wij gaan gewoon, we hebben het net getoond, we hebben 15 op 15 gehaald. Dus wij kunnen opnieuw 9 op 9 halen. We hebben er kwaliteiten voor, we hebben er ervaring voor. Dus ik heb er nog alle geloof in.